Het Kabalebo-gebied is COVID-vrij verklaard. Echter loopt de vaccinatiecampagne voor de lokale bevolking zeer moeizaam, zegt districtscommissaris Josta Leeuwens van het Kabalebo-bestuursgebied aan onze nieuwsdienst. De burgermoeder zegt dat ondanks herhaaldelijke oproepen zeer weinig mensen zich opgeven voor registratie om het COVID-19-vaccin te krijgen. Ja, iedereen is genezen, verklaard. Maar natuurlijk zijn er mensen die nog met naklachten zitten. Ja. Dus die mensen moeten nog voor een controle, alsnog voor een doktersbezoek gaan. Dus degenen die zich niet willen laten vaccineren, zij geloven erin dat over 2 jaren er iets met de gevaccineerden zal gebeuren. Dus ik weet niet van waar ze die informatie halen. Dus dat is, daarmee zitten ze. Leeuwen zegt verder dat het is gebleken dat een aantal mensen die aanhangers zijn van een bepaalde geloofsovertuiging beweert dat het vaccin niet van hun schepper is. Deze mensen willen het vaccin helemaal niet. Hierdoor verloopt de registratie heel moeizaam. De DC zegt te geloven dat het besef bij de mensen uiteindelijk wel zal komen. Ook zal ze eraan werken om samen met de autoriteiten meer voorlichting te verzorgen in het bestuursgebied. Het gebied telt meer dan 7 dorpen. De mensen worden door vertegenwoordigers van het Moengra Medisch Centrum gevaccineerd te Apoera.